Een unicum in Gamers Net Gear. Het is namelijk de eerste muismat die we gaan behandelen in onze wekelijkse techshow. En het is niet zomaar een muismat, nee, het is een Illuminate muismat. En ja, het staat in de titel, we geven het weg, maar dat komt straks allemaal. We gaan eerst eens even hebben over wat voor muismatje dit is. Ik liet hem net zien aan Wester. Ja. En Wester had zoiets van... Hè? Waarom zit er een snoer aan? Precies. Mijn eerste reactie was, het ziet eruit als zo'n ding dat je onder je futon legt om je futon warm te maken. Ja, dat echt... gewoon je kussen, dat je in je kussensloop kan steken, oh, zeg ja, maar. Precies, ja. Oké. Okay. Maar nee. Dat is het dus niet. Nee, dat is het niet. Het is, er zit simpelweg een USB aan omdat het een illuminated muismat is, want dat is tegenwoordig helemaal hip and happening. Je zag het Razer ooit doen en sindsdien hebben eigenlijk heel veel partijen verlichte muismatten. Meer kleur, meer beter, dat is een beetje de tijd. Ja, maar dat is natuurlijk wel een ding. Dit is van Speedlink. En Speedlink is niet echt een partij die helemaal op dat high-end gebeuren inspeelt, maar die het vaak... Die proberen dezelfde dingen te doen, maar dan tegen een iets schappelijker budget. Dus wat je hier ook ziet, het is zwart met rood. De verlichting is rood, de kabel is rood en that's it. De verlichting kan ook niet gekke waves gaan doen of 16,8 miljoen kleuren zoals heel veel andere partijen hebben. Het is ontzettend simpel, maar dat is ook wel de reden waarom je er €30 voor betaalt. Richtprijs is ongeveer €30. Het ziet er ook een beetje uit als een budgetmodel. Het is een budgetmodel. Maar het heeft wel het een en ander dat je toch denkt van... Tenminste, dat vond ik. Ik heb al meerdere Speedlink dingen behandeld en ik heb vaak inderdaad het budgetgevoel. Vooral bij de muizen, weet je wel, daar heb je actief continu je hand op liggen. Dan zijn er af en toe wat dingen die wat cheaper aanvoelen. Dit is ook, je kunt het zien dat het niet meteen high-end is. Maar ik vond dit persoonlijk wel, het is een van Speedlink's wat beter afgewerktere producten. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan het feit dat het gewoon een fijn kleed is. Het is flexibel. De onderkant is best wel vet gedaan, een soort van anti-slip patroon. Ja, dat is sowieso, is dat allemaal heel sexy gedaan, naar mijn idee. Dus wat dat betreft is het niet dat je zegt van, nou, het is wederom zo'n Speedlink product wat alleen maar cheap in wil spelen. Het heeft ook nog wel een beetje het premium gevoel. Oké, maar we hebben het over een muismat. Ja. Dus dan is eigenlijk de enige vraag die daadwerkelijk beantwoord moet worden, is het een muismat waar je ook daadwerkelijk... mee wil gamen. Ja. Dit is natuurlijk. Dit is waarschijnlijk het meest eenzijdige Gamers Net Gear item ooit. Omdat het voor het eerst echt gewoon, ja, muismat. Ja, leg je je muis op. Waarom hebben we niet meer muismatten behandeld bij Gamers Net Gear? Ik weet het niet. We krijgen wel eens muismatjes bij muizen en dergelijke. Maar dat nooit echt los voor de review van hier heb je een muismat om te reviewen. Muismat is een beetje toch zo'n komkommer item. Het is inderdaad ook, dit is een spoedje in Gamers Net Gear. Dus dat mag ook blijken. Sorry, Nee. Het is sowieso, we gaan meer dingen van Speedlink doen. Daar niet van. Maar ik dacht, ik wil het toch een keer proberen om een muismat te behandelen. En ja, het schuift allemaal best wel lekker. Het is, als je het hebt over hoe fijn het is om te muizen, de meeste muizen pakken toch alles uiteindelijk wel op. Ja. En hier ook, deze wordt gewoon prima geregistreerd door zowel laser als optische sensoren. Ik heb geen infrarood sensor erop losgelaten, want dat is, wie gebruikt dat soort dingen nog? Maar er is wel één klein... Die bolletjes. Oh dude, ja, what? Flashback naar mijn basisschooltijd, dat je die balletjes stal uit de muizen. We hebben de hele bibliotheek alle balletjes gestolen. Zo. Zo waar ook, hit too close to home. Maar nee, ik moet wel zeggen, muismat, het schuift allemaal lekker. Het is prima voor Legio muizen. Maar ik vind het randje zelf, dus precies wat bovenop zeg maar de illuminated layer zit, vind ik wat grover afgewerkt. Dan heb je het specifiek over dat... Het hoekje. Dat hoekje. Ja, daar zit geen naad op. Het is een kleed, het is een stoffen muismat. Het laagjes die op elkaar zeggen. Ja, precies. Er zit geen naad om dat zeg maar vast te zetten. Waarschijnlijk ook omdat ze die illuminated layer eronder willen hebben. Maar dat zorgt er wel voor dat het iets sneller gaat rafelen. En dat ook bijvoorbeeld als je af en toe een keer schuift, dat je pols een beetje erop kan gaan schrammen. Dus wat dat betreft is het misschien... Ja, dat is dan misschien weer dat goedkope van Speedlink. Dat je af en toe toch zoiets hebt van de afwerking mag wel een tandje hoger, zeg maar. Ja, en hetgene wat deze muismat anders maakt dan andere, wat deze onderscheidt, is dit mooie, nou ja, niet zo heel mooie rode kabeltje. Het is een rood micro-USB-kabeltje. Precies. Heeft het een meerwaarde, deze mooie gloed eromheen? Ik zou zeggen, de illuminated stuff is natuurlijk, het is een hype binnen de game scene. Dat ze allemaal zeggen van, we willen allemaal verlichting. En voor de toetsenborden en de muizen kun je nog zeggen van, tot daaraan toe is het nuttig om er lichten in te hebben. Van, nou ja, dan zie je sneller welke toetsen je moet raken. Of, weet je al, als je in het donker verstrengeld bent, dan kun je je muis iets sneller terugvinden. Met je muismat is dat bijna volstrekt overbodig. Je weet eigenlijk precies waar je muismat
licht. Sowieso al. Ja. Of in het donker. Nee, en hij verschuift ook niet of zo. Dus het is niet dat hij, een kant op kan gaan. Waar is mijn muismat ineens? Nee, dus dat ga je dus absoluut niet hebben. Vooral door die anti-sliplaag. Maar nee, er is nul nut aan het hebben van zo'n lampje, zou ik zeggen. Maar het is wel weer, ja, tenzij je natuurlijk zegt van ik vind stijl een nut. Het hebben van een stijlvolle als setup. Als je hele setup al roodkleurig is, rode lichtjes. Dat zie je sowieso. Echt, als gamebedrijven voor een kleurenpatroon gaan en niet gaan voor RGB. Altijd zwart-rood. En Speedlink speelt daar ook op in en dat doen ze op zich wel prima. Wij hebben boven nou ook, waar ik werk op GNHQ, daar is ook alles nu zwart met rood. Omdat ik dacht van, nou ja, ik kan alles matchen, want vrijwel alles is zwart met rood. Ja. Dus wat dat betreft spelen ze er wel weer goed op in, maar het is, ja, natuurlijk, het lampje voegt niks toe. Nee, oké. Dat we dat ook aan iemand moesten vertellen. Ik denk niet dat iemand dit keek en dacht van, oh, wat, maar dat voegt niks toe. Oh, oké, dat kon ik zelf niet bedenken. Mind is fucking blown, weet je wel. Ja, je leert het bij Gamersnet. Hoort het als eerst bij Gamersnet. maar hier heb ik helemaal niks aan. Ja, nou ja, precies. Maar goed, nou ja, weet je, het is natuurlijk wel een muispad. Ja. Wat zijn we aan het doen met deze? Anyway. Oké. Ik denk dat dit het laagste is wat we in Gamersnet Gear zijn gezonken tot dusver. Het is niet richting Speedlink. Het is gewoon meer het principe dat muismatten nu kleurtjes hebben. Ja, en dat we nu het punt hebben bereikt dat we die kleurtjes aan het reviewen zijn. Het is meer een statement over de game-industrie dan over Speedlink. Ja, dat is het misschien meer. Want ik vind wel Speedlink, het is een prima muismat voor €30. Je kunt, als je voor €30 zonder lampjes doet, kun je misschien een iets beter afgewerkt model krijgen. Of een hardcover of een softcover. Dus wat dat betreft heb je daar nog wel je review-oordeel. Maar het is wel een gevalletje van, jongens, we zijn op een punt aangekomen waar we muismatten beoordelen welke kleuren ze hebben en welke lichtjes ze uitstralen en zo. Dus dat is misschien een beetje gek, maar dat maakt niet uit, want hey, iedereen vindt het prima, want we geven dit ding toch weg. Ja, zo simpel is het. We hebben er twee ontvangen, dus eentje komt hier lekker te liggen op Games.hq, maar eentje gaan we er weggeven. Dat is deze hier in het doosje, er zit er namelijk nog een in. Yay. Die kun je zo winnen, dus laat hier in de reactie weten waarom jij deze illuminated muismat nodig hebt. Misschien vind je het wel nuttig om die lampjes te hebben. Ja, precies. Dus leg uit waarom deze muismat nuttig is. Ja, dat zou sowieso een hele goede prijsvraag. Maar je mag alles doen. Je mag ons een fotootje tweeten van je setup en zegt van hey, ik heb al vrij veel rood, hij mag mooi daar liggen of zo. Kijk eens hoe leeg mijn bureaublad is. Ja, precies. Of je bureaublad in het donker een foto maken van, en ik kan mijn muismat niet vinden, jongens, ik zou dit kunnen gebruiken. Ik wil gewoon een zwarte foto. Ja, ik denk dat iedereen gewoon nou in Photoshop gewoon even de paint bucket op zwart zet. Invult. Goeie foto. Nee, maar doe dat vooral. Kun je hem winnen. En sorry Speedlink, maar we hopen volgende week wel weer iets te hebben waar we iets meer over kunnen vertellen dan een verlichte muismat. Maar goed, dat was het voor Gamers en Kier. Doe mee met de giveaway. Dit was Wester, ik ben Tom. Dit is waarschijnlijk het laagste wat we ooit zijn gezonken. Ik ga dood van binnen. Ja, oh. Hit too close to home.